Er heeft een onderzoek plaatsgevonden op 14 augustus 2012. Het onderzoek is gesloten, maar de rechtbank is er tijdens de beraadslagingen is tot het oordeel gekomen dat het onderzoek op de zitting niet volledig is geweest en moet worden hervat. De rechtbank vindt het noodzakelijk dat nog stukken aan het dossier worden toegevoegd. En het gaat dan om de volgende stukken. Het in het kader van een rechtshulpverzoek te verwachten procesverbaal van verhoor van medeverdachte Reitz in Duitsland. De integrale tekst van de Duitse talige toespraak van Axel Reitz. En een integrale vertaling daarvan door een beëdigd tolk-vertaler. Vertaling in de Nederlandse taal uiteraard. De in het dossier niet aanwezige, maar in de aangifte genoemde beeld- en geluidsopnames van de demonstratie. En twee ontbrekende pagina's van het niet doorgenummerde procesverbaal van politie. Te weten de derde en de tweede pagina, zoals die in de zaak van medeverdachte Reitz inmiddels wel aan het dossier zijn toegevoegd. De rechtbank heropent dus het onderzoek op de zitting, bepaalt dat nader onderzoek plaatsvindt en schorst het onderzoek ter terechtzitting vervolgens voor onbepaalde tijd tot een in overleg met de officier van justitie na de te bepalen tijdstip en beveelt de oproep van verdachte voor die zitting met kennisgeving van de zittingsdatum aan zijn raadsman.